Peter Janssens, ik ben beeldend kunstenaar en ik werk reeds gedurende 20 jaar hier in de Sint de Molens van Orshoven in de buurt van de Vaart in Leuven. Ik werk vooral in opdracht als scenograaf, decorbouwer, sculpteur voor de filmwereld, maar ook voor theater en musea, etc. Als ik bezig ben, ik kan echt wel hyperfocussen. Zo. De wereld staat ergens stil. Buiten kan het regenen en er is wind, maar ik hoor dat ook niet meer. Ik kan echt helemaal mij inleven in het scenario voor wat ik aan het werken ben. Of in de sculptuur die ik aan het maken ben. Tegen mijn kinderen zeg ik bijvoorbeeld van, ja, nu mag ik naar mijn atelier, want ik mag een mal gaan ontmantelen, bijvoorbeeld. En dan zeg je, allee, papa, kom aan. Ja, dat is dat kinderlijke, denk ik, dat een beetje blijft. Ik was niet voorbestemd, denk ik, om ingenieur of advocaat of weet ik veel wat te worden. Dus dit was altijd mijn ding, knutselen, tekenen, sculpteren. En dat ik dat nu ook kan doen als beroep is fantastisch natuurlijk. Het is heel belangrijk voor mij, de ruimte waar je werkt. Dit gebouw geeft mij een heel fijn gevoel, omdat het echt wel, je ruikt hier ook wel de authenticiteit, maar ook de buurt. Het is soms voldoende om eens even te wandelen langs de Vaart en toch weer dingen te zien. Bijvoorbeeld een vogel die overvliegt of een brug waar ik van denk van oh, zou het leuk zijn om daar iets te doen of iets op te zetten. Dus de buurt is heel inspirerend. Ik zou denk ik niet echt in het midden van een bos kunnen zitten om daar te werken. Ik heb wel die impulsen nodig van mensen, van gebouwen, van situaties, gesprekken ook wel. En op zich is het natuurlijk voor mij heel plezant om hier te kunnen werken in het midden van, ja, van een levende buurt. Leuven is vooral een fijne plek, omdat je toch het stadsgevoel hebt, maar ook wel de verbondenheid en het dorpskarakter. Dus ik heb wel die geborgenheid ook nodig van deze kleine stad.